We hebben via de bewindvoerder een aanbod gehad en dat aanbod betrof inderdaad buurtzorg en we hebben daar niet voor gekozen. En waarom niet? Er zitten een aantal juridische haken en ogen aan omdat ze een transitievergoeding wilden hebben van ons. Dus meer dan een ton om het werk over te kunnen nemen en de garanties te kunnen bieden om de koppels in stand te houden. Daarvan hebben wij gezegd, ja, als we dat alleen aan buurtzorg geven, ja, wat betekent dat dan voor onze andere aanbieders? Dat transitiebedrag, dat was afkomstig waarvan? Dat was het voorstel wat de bewindvoerders aan ons hebben gedaan om buurtzorg de klanten en de medewerkers te laten overnemen. Waar komt het geld vandaan, dat transitiebedrag? Ja, dat weet ik niet, want wij gaan het niet betalen. En waar andere gemeentes dat vandaan halen, weet ik niet. De bewindvoerders hebben natuurlijk wel laten weten dat familiehulp, zoals het nieuwe onderdeel zou gaan heten van buurtzorg, dat geld nodig heeft om voor scholing van medewerkers en een andere werkwijze. Dus dat is wel onderbouwd. Maar wij gaan daar niet op in, dus dat kan ik u verder niet uitleggen. Maar we hebben hier in Almelo 24 andere aanbieders waar wij een goede relatie mee onderhouden. En die zich ook gemeld hebben met aanbiedingen. Was daar ook thuisgenoten bij? Onder andere. En die deed toch ook een heel riant aanbod, hè? Zonder allerlei voorwaarden. Er zijn een aantal aanbieders die graag met ons in gesprek willen om te kijken hoe in elk geval de cliënt en de medewerkers van nu nog TSN, hoe die een goede plek kunnen krijgen in hun organisatie. Dus dat betekent behoud van de koppels, de cliënt en de medewerker en ook betaling volgens de CAO zoals we dat graag willen. Wanneer denkt u dat dat rond zal zijn? We hebben al een uitvraag gedaan bij de aanbieders, dus we zullen die resultaten snel hebben. En we hebben tot 25 april zeg maar, om dat compleet af te ronden. Dus we hebben nog even tijd, maar ik snap dat medewerkers en cliënten natuurlijk liefst zo snel mogelijk willen weten waar ze aan toe zijn.